en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is donderdag en donderdagavond en ik ben nog maar een paar uurtjes thuis. Normaal ben ik natuurlijk al om 4:30 thuis. Maar ik had vandaag de giflicentieverlenging, gewasbescherming. En daarom ben ik pas net om 6 uur thuisgekomen. Ik heb even lekker kapsalonnetje gegeten en ik ga het zo weer lekker livestreamen. Maar voordat ik ga livestreamen wil ik eerst een leuk iets aankondigen. Ik wil even geen negatieve dingen meer. Ik heb al zoveel negatieve shit op mijn kanaal gezet de afgelopen paar dagen, omdat ik nogal wat probleempjes had. Nu een keertje iets leuks. Ik ga het weer beginnen met de It's Ultrex merchandising. Ja, ja, we gaan weer beginnen met de It's Ultrex merchandising. En ik ga het shirtjes. Ja, momenteel zijn het alleen nog shirtjes. En die ga ik dus. Die kunnen jullie dus kopen. Een It's Ultrex t-shirt. Ik heb al in het begin van de zomer ben ik daarmee bezig geweest. En toen was er nog helemaal niemand die er interesse in had. Niemand heeft ooit wat gekocht. Het was ook wel ontzettend duur toen. De prijs was toen iets van 15 à 20 euro voor een shirtje. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje ontzettend duur en belachelijk. Maar waarschijnlijk kan ik de t-shirtjes nu goedkoper krijgen. En dan kosten ze maar een tientje. Kosten ze maar ongeveer 9 à 10 euro. Kosten ze maar. Dus dat is wel een heel groot pluspunt. Want ik wil het voor jullie ook niet. Te duur maken allemaal. En ik snap ook wel dat de vorige een ontzettend dure shirt was. Ik ben gewoon net zo lang wezen zoeken tot ik eindelijk eens een keertje wat goeds gevonden had. Ik vond het echt belachelijk. Spreadshirts is echt een belachelijke site. Ik kan ontzettend leuke dingen geven. Maar als jij dingen 10 euro maakt, ja, dan ben je sorry. Maar dan heb je echt een gaatje in je hoofd. En ik weet gewoon dat er veel goedkopere sites zijn. Dan ga ik nog even halen op mijn checkie. Nou, mijn computer wil niet opstarten. Zal toch niet door de enorme storm komen? Wat was het erg, hè, vandaag? Verschrikkelijk. Wat een storm. Ik heb echt filmpjes gezien op de Maasvlakte bij ons. Waar de containers door de lucht heen vlogen. En ja, het was gewoon niet te doen. Vreselijk was het. Het was echt vreselijk. Dus vandaar. Op Skype is er ook bijna nooit iemand meer. Alleen Ramon is er gelukkig nog. Op Ramon kan je wel rekenen. Maar voor de rest merk je ook dat het steeds minder en minder wordt. Totdat ik het gewoon een keer zat ben. En ik gewoon het eraf ga gooien. Want ik ben het gewoon zat. Elke keer wachten en dan gebeurt er niks. De shirtjes. Ik heb het inmiddels even opgezocht voor jullie. En de shirtjes die gaan dus even kijken. 11,99. Nee, 12 euro is het. Oeh, ik dacht dat het 10 was. Dit is 12 euro. Nou, voor 12 euro heb je een mooi It's Ultrex t-shirtje. Je kan ze bestellen in de kleur wit, grijs en zwart. Ik zal eventjes laten zien. Het ziet er een beetje raar uit, want ik doe het even via mijn computer. Maar zo moet het maar heel eventjes. Ik ben al druk bezig met de shop. Maar dit is dus het grijze shirt. Dit is het witte shirt. En dit is het zwarte shirt. En die is dus 11,99. 12 euro dus. Dan heb ik ook nog even kijken. Dit is de muismat. Die heb ik ook nog in aanbieding. Daar weet ik de prijs nog niet even van. Oh, die is 7,19 euro. En dan heb ik nog de It's Ultrex mok.
Niet mokken, gewoon een It's Optrex mok nemen voor 6 euro, jongens. Dus de muismat 7,19 euro en de mokken is 6 euro. Maar het belangrijkste is eigenlijk het zwarte t-shirt, witte of grijze t-shirt met It's Optrex erop voor 11,99 euro. Heb je interesse in dat shirt? Stuur even een e-mailtje naar itsultrex@hotmail.com. Staat ook hieronder itsultrex@hotmail.com. En dan kan je zo'n shirt bij mij bestellen. Ja, hartstikke leuk. Lijkt me hartstikke gaaf. We gaan wel zien hoe het loopt. Of dat het een beetje loopt. Stuur een mailtje en dan kunnen jullie een itsultrex t-shirt bestellen. Ja, vanaf nu eventjes deze informatie allemaal. Het is een beetje een korte vlog. Ik heb niet zoveel meer te vertellen. Daarom zijn er ook de laatste paar dagen niet echt vlogs meer geweest. Ja, ik kan het wel weer elke keer hebben over hetzelfde. Of de ruzie of de problemen. Maar dat schiet ook gewoon. Er zit ook gewoon geen zoden aan de dijk. Dus dat doe ik niet. Daarom zijn er deze week wat minder vlogs. Omdat ik gewoon weinig te vertellen heb. Ik ga in ieder geval weer lekker GTA live streamen. Die komt dadelijk online. Ik ga dadelijk daarmee starten. Ik ga het allereerst eventjes deze video even online zetten. En dan ga ik daarna de livestream. Ik wil eerst deze vlog even online gezet hebben. Nou, vandaag dus naar de Maas. Vandaag naar de Maasvlakte geweest, wou ik zeggen. Vandaag naar Oude Tongen geweest. Ik had gewasbescherming, licentieverlenging. Oftewel een spuitcursus noemen wij het altijd. Wij noemen het ook wel eens gekscherend slaapcursus. Maar dat is dus voor gif spuiten in de groenvoorziening. Mijn werk. Dan kan je dus onkruid bestrijden met gif. Nou, dat is dus binnenkort helemaal van de baan. Binnenkort hoef je dus niet meer bijna naar die cursus. Ja, er wordt nog heel mooi gezegd van ja. De licentieverlenging blijft elke keer om een beetje te lobbyen. Maar ik vind het ook een beetje raar. Ik heb zoiets van ja. Als het alleen maar voor lobby is en om mede dingen te doen. Nou, daar ga ik niet een middag voor opofferen. Dat vind ik een beetje belachelijk. Dus ik denk dat binnenkort over een paar jaar. Je helemaal niet meer naar zo'n licentie hoeft, want ja, je hebt er bijna niks meer aan. Het is gewoon in Nederland zo dat alles gewoon zo verboden wordt. Het mag gewoon niet meer. En ja, van milieuwetten en dit en dat. En het gekke is dat je gewoon nog bij tuincentrums als particulier. Hè, nou hoorde ik dat er wel binnenkort dat ook gaat veranderen. Maar ik heb dus gehoord dat het dus ook weggaat. Maar tot nu toe kan je dus nog gewoon, als je gewoon particulier bent, kan je nog gewoon gif kopen. Ja, voor mensen in mijn werk kan het niet meer. Maar als je particulier bent, kan je gewoon nog lekker gif kopen. En kan je dat lekker in je tuin. Kan je dat gewoon in je tuin met een. Men kan water en zo'n gifspuit, kan je dat nog gewoon gebruiken. Ja, eigenlijk een beetje belachelijk, want als wij het niet meer mogen, dan moeten ze dat gewoon particulier, vind ik, ook afschaffen. Plus dat het nog eens een keertje ontzettend waardeloos spul is, want dat gif wat je kan kopen voor particulier, dat is gewoon zo verwaterd dat je daar haast helemaal niks meer. Dat is zo verwaterd. Dat het bijna geen effect hebt op het gewas of op de onkruid in het gewas. Nou, ik ga het hem even weer neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat het van het weekend wat beter weer is. Dan ga ik misschien nog wel een leuke buitenvlog opnemen. En ik wou eigenlijk nog zaterdag wou ik eigenlijk nog de spijkenissen vlug gaan doen, maar dat weet ik ook nog niet zeker. Ik ben afhankelijk van jongens die in de Dynamite Inc. zitten. En de laatste tijd, ja, niet iedereen heeft tijd en zo. Dus ik ben benieuwd of dat er nog mensen zijn die mee willen doen.
Nou, in ieder geval zou ik zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Of misschien dadelijk al. Of nou ja, ik weet zeker, krijgen jullie dadelijk een meldingje dat er een livestream aankomt. Die komt er zo aan. En dan zou ik zeggen, doedels, vreselijk, de groetjes allemaal. Doe de groet aan je moeder, dat zal ze leuk vinden. En ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog. En anders zie ik jullie dadelijk nog eventjes bij de GTA livestream. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.